Goedemorgen allemaal. Nou, het is 9:15. En we lopen nu eventjes naar mijn vader en moeder. Eitje eten. Aad heeft ze nieuwe loopschoenen aan. Die gaat vanmiddag weer wandelen. Om te trainen voor zijn pelgrimstocht met René. Dat gaan ze in mei doen. Dan zijn ze 3 weken onderweg. Dus dat is wel leuk. Maar nu gaan we eerst een eitje eten. Hè? Yep. Nou, dit is mijn ontbijtje. Geroosterd spelboterham. Eitje gekookt en een tomaatje. En een lekker kopje thee. En Aad heeft een lekker gebakken eitje met champignon, uitje. En een tomaatje. Wat? Lekker bakje. Koffie erbij. Dus. Zo. Even havermelk aan het maken. Dat is even door een kaasdoek. En dan ga ik afwassen. En even stofzuigen. Faya en Dixie gaan mee met Aad. Neem pleisters mee. Voor het geval je een blaar oploopt. Wil je ook wat te drinken meenemen? Nee. Heb je net een smoothie op. Dan neem je de kamer voor onderweg. Ja. Help me maar, jongens. Kijk, leuk hè. Nou, veel plezier. En tot straks. Tot over een uurtje hier. Doei. Zo, mijn vader komt een paar keer in de week even langs. Als hij het hondje aan het uitlaten is. Neem je altijd meestal een lekker bakje soep. Ja. Smaakt die soep? Lekker soep? Ja. Hè? Ik heb uissoep gemaakt gisteren. En dan neemt hij nu een kopje. Goed soepie. Ik ga met Alex zalf maken. Voor de paarden. En voor het eindproject. En dan gebruiken we weegbree, bijenwas, honing en propolis. En de potjes heb ik in azijn en baking soda gedaan om goed te ontsmetten. Ik heb ze al uitgekookt, maar dit doe ik altijd nog een keertje voor de zekerheid. Nou, de weegschaal. Dan zo blueberry smelten. Zo, kijk eens wie er zijn. Martin en Linda. En wie is daar nou bij? Eileen. Nou, dat is gezellig dat jij erbij bent. Hè? Bibi krijgt een massage. Dat vindt ze helemaal niet lekker. Lekker hè, meisje? Oeh. Echt grappig. Dat die oog is wel dicht. Dus die wordt verwend. Die denkt zo. Ja, nou nog even aan die kant zie je. Zie je? Even zo van nou, kom nou. De hondjes krijgen eten.
ga zo ook aan mijn eten beginnen. Ja, ik ben alles filmen, hè. Oh, laat het in de hoes. Is hij leuk weer blij. We zijn nu een krachtmix aan het maken. En er zit bijenpollen in, honing, propolis, weegbree en iets van 2%, 2 gram royal jelly zat in dat potje. Dus dat gaan we nu even goed vermalen. Het moet dan een dag of 5 staan. En dan... kunnen we het gaan eten. Zo, we hebben net lekker gegeten. Het zit zijn krantje te lezen op de iPad. De hondjes liggen rustig. Want die hebben ook net gegeten. En wij gaan vanavond chillen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.